Een zinklap doen? Doet hij het? Ja, zou jij het wel doen? Ja, klaar. Als hij film je? Hey, ik heb tijd voor jullie kinderspel. Over een jongen bij mij in de buurt. Allereerst gefeliciteerd met je film. Ik vond hem echt heel goed. Het maakt een heel interessant gebruik van allemaal verschillende stijlen en genres. Welke filmmakers en welke films hebben jou beïnvloed als filmmaker? Ik pluk eigenlijk samen met het team. Want ik begin dan gewoon met het idee en het scenario. En dan heb ik wel bepaalde stijlideeën in mijn hoofd. Maar zodra er dan production designer en cameraman bij komt, komen er... Vanuit allerlei kanten dus ideeën worden aangeleverd. Maar persoonlijk ben ik wel heel erg geïnspireerd door Werner Herzog ook en Harmony Korine onder andere. Maar voor deze film heb ik samen met de cameraman Paul Usgur ook heel veel Scorsese gekeken. En Andrew Dominik. En persoonlijk kijk ik ook vaak naar Bresson, die juist heel sober zijn films opbouwt. Dus het is echt een soort mengelmoes van... videoclips ook en nieuwe media, komt overal vandaan. Ja, de palmbomen soundtrack, dat vond ik zelf ook heel goed. Echt zo'n retro jaren 80 synthesizer, electro effect. Dat deed me juist heel erg denken aan Drive van Nicholas Winding Refn. Is dat ook een inspiratie voor je geweest? We hebben dat hoor ik natuurlijk wel vaker. Dat is niet heel direct een film geweest waar we veel naar hebben gekeken. We hebben op een gegeven moment wel, toen we die Lamborghini scènes opbouwden, naar hun decoupage gekeken, maar niet per se. En toen ik eigenlijk uit de film kwam en meteen, eigenlijk al dat ik in de tram zat, wilde ik op iTunes kijken om de soundtrack te downloaden, maar tot mijn verrassing kon ik hem niet vinden. Weet jij of die nog released wordt? Of? We zijn nu bezig met we hebben nu een samenwerking met 22 Tracks. Daar is wel een playlist gepubliceerd van nummers die eigenlijk geen plek konden vinden in de film. En we zijn nog wel aan het nadenken of we iets kunnen doen rondom de soundtrack. Sowieso natuurlijk de nummers die in de films zitten, zoals bijvoorbeeld Stok, weet je wel, die onder de titelsequentie zit, die staan gewoon wel online. En ik hoop nu dat als de film dan in de bioscoop gaat draaien, dat er dan misschien wel door fans soort van links worden geplaatst naar alle nummers. Ja, ik hoop zeker dat het aanslaat. Ja. Dit is eigenlijk de eerste grote speelfilm van Vice. Hoe is die samenwerking verlopen tussen jullie? Echt heel goed. Het is mijn eerste film, dus voor mij was het heel erg spannend. En ik weet nog wel dat we... Op een gegeven moment gingen ik en mijn producent, we kennen allebei... bijvoorbeeld Sjoerd en Thijs, de emperor van Vice. En gingen daar langs op te pitchen. Een beetje onzeker. En ze waren best wel snel enthousiast. En op een gegeven moment bleek ook dat zij echt mee zouden financieren. En een groot aandeel in de film gingen spelen. En dat was voor mij wel heel erg stimulerend... als regisseur, omdat het toch allemaal nieuw is en eng. En als er dan ineens zo'n tof bedrijf investeert in je, dan voel je je wel een soort van groeien als, weet je wel, van oké, vet, we gaan echt iets bijzonders maken. Ja, en je kreeg nog wel gewoon al je vrijheid, of wilde Vice echt een eigen stempel erop drukken? Of hoe ging dat? Ik heb echt, volgens mij hebben we gewoon echt heel erg kunnen maken wat we zelf wilden maken. Er was ook heel veel vertrouwen in mij, maar van mij uit ook weer heel veel vertrouwen in de producenten waar ik altijd mee werk, 100% halal. En ook heel veel vertrouwen in Vice. En we hebben echt heel harmonieus eigenlijk kunnen maken wat we wilden maken. Ja, dat is mooi. Vice die heeft ook online een aantal behind the scenes clips geplaatst. Die vond ik zelf erg leuk om naar te kijken. Gisteren was al een hel. Vandaag is weer een hel. Ik heb vanmiddag met Mineke in de edit gezeten. Ik maak me fucking veel zorgen, omdat jullie de hele tijd met andere dingen bezig zijn dan met de scènes die we moeten doen. Ik ben helemaal kapot. Ik ben aan het trillen. Ik lig 's nachts wakker. Het maakt me niet uit. We houden ermee op. En we gaan nu gewoon met Shipe samen, die hier ook is voor jou, die film afmaken. Maar in de laatste clip was het volgens mij, daar kwam jij een beetje gestrest over het hele productieproces. Gaat het nu wat beter met je? Of... ja. Want nu moet je het natuurlijk uit handen geven en afwachten wat het publiek ervan vindt. Is dat moeilijker voor je of juist makkelijker?
Het is nu wel makkelijker, want ik heb nu gewoon zeg maar alles gedaan wat ik heb kunnen doen. Inderdaad, op de set was het soms echt heel, was ik echt heel bang. En ja, nu is het meer in het. Ja, ik ben heel zenuwachtig, maar meer op een soort passieve manier. Ik kan er niks meer aan doen. Behalve dan interviews. En, ja. Ja, dat lijkt me heel moeilijk. Ja. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat het Nederlands publiek het echt gaat omarmen. Want het zijn Nederlandse films zoals we al jaren niet meer gezien hebben, denk ik. Ja. Dus veel succes ermee. Dankjewel, ja. Onze tijd komt nog.